Turkse of eigenlijk Duitsers hebben best wel humor. Zo zien we het ook op de open reclame. Maar ze brengen het ook voort op energiedranken. Ten eerste zie je het niet veel, zo lijkt het. Maar zo is het in feite wel als je het nader bekijkt. Want dit heet wel Russian Power. Maar het is wel een Duits product. En zo ziet het eruit. Russian Power, denk je? Dat heb je toch al gehad? Ja, inderdaad, dat klopt. Maar toen had ik ook maar één blikje kunnen vinden. Met maar één smaak. En dit is in dit geval een hele aparte smaak. Dus smaak nummer 2, gelukkig. En wat voor een? Nou, een meloensmaak of melonengeschmack, zeggen de Duitsers dan. Vraag het me niet in het Russisch te doen, want dat zou ik niet weten. En op zich ziet het er leuk uit. De Russische strijder tussen haakjes zie je ook. Ja, in principe hoeft het niet eens een Russische strijder te zijn. Het kan ook een Viking zijn. Of een Engelsman in het verre verleden. Maar ik vind het toch leuk en doordacht gedaan. En zo'n plaatje kan ik heel lang naar kijken. U misschien niet, maar ik wel. En op de achterkant de ingrediëntenlijst en vooral in het Duits. En daar zien we ook nog een klein beetje Engels. Nederlands absoluut niet. Het is in ieder geval een softdrink, zeggen ze hier dan, met hoge cafeïnegehalte. En niet bedoeld voor kinderen. Het heeft natuurlijk een meloensmaak. Natuurlijk een gemaakt smaakje ook. Mixed product met 51% water. Ja, dat is toch raar. Ja, toch is toch raar. Je zou zeggen, nou, het is minstens wel 80. Nee, 51% suiker en alle andere stoffen meer. Natuurlijk citroenzuur, cafeïne, taurine, ook niet te vergeten. De vitamines B6 en B12. En natuurlijk moet je ook dit product weer, of deze drank weer, met mate drinken. Het liefst met heel veel mate, is nog gezellig ook. En natuurlijk is dit ook gemaakt in de EU. En voor meer informatie kan je natuurlijk een e-mail sturen, info@russianpower.org of www.russianpower.org. En ze staan zelfs geregistreerd bij een soort van kamer van koophandel, lijkt het. Misschien is mijn vertaling niet helemaal goed, maar zo lijkt het wel. Nou, ik ben erg benieuwd naar deze smaak. Ik heb weer een mooi schoon glas. Dan ga ik u weer naar beneden tillen en mooi inschenken. Dat ga ik dan proberen. Natuurlijk is de drank roze van kleur, maar ik laat het toch even zien. Wie weet is het groene meloen of suikermeloen. Kan toch ook zo? Nee. Geen van beide. Het is normaal de standaardkleur die we gewend zijn van een energiedrank. Zoals een Red Bull. Heeft het er nog wel een geurtje? Ik hoop het van wel. Ja, het heeft inderdaad een meloengeur. Dat klinkt misschien gek, maar soms willen ze dat nog wel eens vergeten. Proost. Ja, een echte kerel drinkt uit een blik. Het is leuk bedacht, en zoals ik al zei. Duitsers hebben best humor. Russische ook, Russische mensen. Dit is ook een klein beetje humor. Want het gebeurt wel eens vaker dat ze een zoete, of in ieder geval een zoete vrucht, of je verwacht dat het een zoete vrucht is, en dan drink je toch door, is het toch behoorlijk frissig. Meloenen zijn meestal ook zoet met waterachtige
achtergrond vooral, of juist het tegenovergestelde. Je eet dan een meloen en als je het bijna op hebt, dan proef je de zoetigheid pas. Omdat het heel veel water in zit. Ja, hier is het eigenlijk het tegenstrijdige, want je proeft wel meloen, maar je proeft eigenlijk te veel zuren. Ondanks in zo'n drankje toch best veel suiker in zit, dat heeft u kunnen zien, proeft het er absoluut niet aan af. Is het dan een vervelend drankje? Nee, maar het is wel erg vreemd. Het is... Ja, je verwacht het niet. Het is net zoiets als je chocola eet, maar dan zonder suiker. Chocola is zoet en romig en dat soort dingen meer. Ja, je mist dan toch iets. Is het dan toch een vervelend drankje? Nou, dat ook weer niet. Maar ik raad hem wel aan om hem te drinken als de zon behoorlijk schijnt, met andere woorden, in warme dagen. Zou ik dit drankje dan een cijfer moeten geven? Dan geef ik het een mager zesje. Dit was weer een drankentest. Dit keer een Russian Power. En de smaak was meloen. Hij is een beetje aan de donkere kant dit keer. Zo. Ik dank u wel voor het kijken. Heb nog een hele fijne dag. Of anders een prettige avond in dit geval. Dag.